Sextortion is mensen chanteren met naaktbeelden. Bijvoorbeeld beelden die zijn gemaakt met een webcam of een telefoon. De dader dreigt deze beelden te verspreiden als je bijvoorbeeld geen geld betaalt of nog meer naaktbeelden stuurt. Dit kan leiden tot veel stress. Je bent misschien bang voor de dader, je schaamt je of je voelt je schuldig. Met de Escape Room bus probeert praktijkonderwijs Roermond daar iets aan te doen. Samen met de politie. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Wat we zien dat in het jaar 2021 zijn de cijfers van sextortion meer dan verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Wat we ook zien is dat jongeren oververtegenwoordigd zijn in deze cijfers. Zijn zowel jongens als meiden. Maar ja, ze zijn oververtegenwoordigd in de cijfers. En daarom staan we hier met een escape room om te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden van sextortion. Ja, maar je zou toch zeggen dat de jongeren steeds cleverder worden met het gebruik van internet. Maar dat is niet zo altijd. Jongeren zijn zeker handig met het gebruik van internet. Alleen ze zijn niet altijd bewust van de gevaren die het ook met zich meebrengt. Nou, op het moment dat jongeren foto krijgen van iemand die een naaktfoto van iemand die minderjarig is. Mm-hmm. Ze slaan die op in een telefoon. Dan hebben ze kinderporno in bezit. Op het moment dat ze die foto ook nog eens gaan doorsturen van iemand die minderjarig is, zijn ze kinderporno aan het verspreiden. En dat zijn zaken waar jongeren zich niet bewust van zijn. En ook daarover gaan we het gesprek aan. Die bewustwording die willen we ook creëren bij jongeren. Van hoe goed hebben ze de eigen spullen beveiligd? Hoe makkelijk zou iemand kunnen inbreken online? Ja, hoe maak je een goed wachtwoord? Wat is een goed wachtwoord? Een goed wachtwoord is sowieso een wachtwoord die je nog niet eerder hebt gebruikt. Dus gebruik overal een ander wachtwoord. Gebruik een wachtwoord die meer dan 16 tekens en letters heeft. Een zin kan daarbij een handige manier zijn om aan die 16 tekens te komen. En het is ook belangrijk om tweestapsverificatie in te stellen. Want op dit moment is het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord onvoldoende. En die tweestapsverificatie zorgt dat er naar een vertrouwd apparaat, een telefoon, een extra code wordt gestuurd. En op die manier wordt het moeilijker om in te loggen voor iemand anders. Ja. Oké. Okay. En ze komen nu de bus uit. Ja. Kom eens even hier. Kom maar hier. Ik moet jullie wat vragen. Ja, ga eens. Wat hebben jullie gedaan? We hebben net een escape room gedaan en we moesten allemaal raadsels oplossen. Ja. En dat was... Computerdingen ja, en zo. Computerdingen. Heb je er wat van geleerd? Wat leer je daar nou? Ja, dat je niet zomaar een naaktfoto moet sturen naar anderen. En dat je dat gewoon voor jezelf moet houden. Ja, maar dat wist je eigenlijk al, of ja. Niet? Ja. De meeste slachtoffers doen geen aangifte. En dat is ook de reden dat we hier staan om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ja. Maar als je deze misdaad tegenkomt, wat moet je dan doen? Zoek iemand op die je vertrouwt. Ja. Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Schrijf namen op. Maak screenshots van hetgeen wat je overkomt. Mm. En ga naar de politie om aangifte te doen.